Ja, het is ongelooflijk, maar mijn vlucht is gecanceld. Mijn vlucht naar Istanbul. Ik ben in Istanbul. En ik heb een tijdelijke boarding pass. Dus met die tijdelijke boarding pass, ik hoop dat de camera nu normaal doet, mocht ik door de security en zit ik nou weer bij de gate, zeg maar. Dus dan mag ik leuke dingen, leuke tentjes zitten. Om 9 uur kan ik weer terug. Dan krijg ik mijn echte boarding pass. Maar ik weet trouwens niet eens hoe ik van hier weer terug bij de transfer desk kom. Maar goed, we wish for later. Ik zit even lekker hier weer. Hier zat ik op de heenweg ook. Wow. Dit is echt trouwens fucking lekker. Ik weet niet wat het is, maar het is super lekker. En weer zo'n juice. En ik ben lekker YouTube aan het kijken. En dit is echt een hele chille plek, want je hebt ook uitzicht op de vertrektijden. Al heb ik daar nog niet zo heel veel aan. Hier achter Starbucks, maar dat is altijd gewoon veel te druk. Dus ik eigenlijk het liefst, maar dat is gewoon veel te druk. En hier hebben ze echt lekkere dingen. Dit is Plus Kitchen. Love it. Check mijn Instagram daarvoor. Hey, mijn vliegtuig is er. Kijk, dit is mijn vliegtuigje. Het is best een kleintje. Maar straks van Melbourne, van Abu Dhabi naar Melbourne, is ik echt een zo'n groot vliegtuig. Maar goed, eerst van Istanbul naar Abu Dhabi. Het grootste vliegtuig waar ik ooit in heb gezeten. Het is een Airbus. Zoals je het in films in Amerika ziet. Ja, je ziet niet zoveel met de stomme link. Maar echt fucking chill dit ook. Die stoeldingen. Hotelkamer 2. Ik ben in Melbourne nu. Dat is ook niet helemaal de planning. Maar goed, hij is wel lekker ruim deze kamer. Super chill. Ik vind het best een mooie kamer nog. Ja, namelijk, alle kamers waren namelijk vol. Badkamertje. Omdat er hier een airshow is. Dus ik heb ook nog niet eens een hele goedkope kamer. Oh wel. Nog een kastje hier. Nou, ik kan ook dus een strijk doen. Top. Nou, ik moet zeggen, ik begin er wel steeds beter in te worden. Dit ziet er trouwens heel raar uit, want die koffer zit veel voller dan die. Maar die is zwaarder, maar die is groter. Dus ik moet meer in die koffer. Maar goed, wordt dus wat moeilijker maar dicht doen. En mijn handbagage wordt ook steeds beter. En ik heb hier geen ontbijt of zo. Dus ik zit dit nog te eten uit Oekraïne. Theetje erbij, kan ik hier lekker zetten. Hier moet ik allemaal voor betalen. En daar krijg ik heel veel honger van. Theetje erbij. En ik heb zo'n kan 7-tanden spuitding voor limonade bij me. Maar ja, dit is het dan een beetje. Ik kon om 4 uur kon ik niet meer slapen. Dus ik kon niet zo goed slapen nu. Maar ja, nu heb ik in ieder geval alles al ingepakt. En ik denk dat ik, ja, het is nu 6 uur. Ik vlieg om 8:40. Hij zei, kom maar om 7:00 voor de bus. Shuttlebus naar het vliegveld. Maar ik denk dat ik gewoon eerder ga. Ja, en dan morgen ben ik op Hobart. Finally. En dan heb ik 2 dagen vrij in Tasmanië. En daar heb ik heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd. Ik ben nog nooit in Australië geweest. Ja, ik ben nieuw in Australië, maar hier zie ik dus helemaal niks. Ik zal trouwens mijn uitzicht laten zien. Dus ik had echt helemaal nergens over. Oh, wauw. Zo mooi Melbourne. Parkeergarage. En lichtjes. That's it. Nou ja, toch leuk.
krijg niet uit. Maar dit is mijn laatste vlucht. Tot nu toe. Nog anderhalf uur en ik ben in Hobart, Tasmania. En dan zit ik echt vrij. Oké, hotelkamer 3. Even kijken. Dit is de badkamer. Het is een soort van huis. Wat is dit? Oh, als ik hierop klik, dan gaat er hier iets aan. Dat is heel warm, doe maar niet. Oké, badkamer. Het is een soort huisje. Oh my god, ik kan de was doen. Oh yes, yes. Yes, oh my god, ja. Yeah. Ik heb echt heel veel was afgelopen dagen. Dit is mijn bedje. Echt, waarom? Wat is dit? Echt een enorme kast. Kan ik de strijk doen weer? Lekker. Oké, dan heb ik hier een tv. Oh, kan dat ding uit? Thanks. Oké, dan heb ik hier een tv. En volgens mij, ja, ik kan dus ook films kijken. Dus dat is wel tof. Oh, ook allemaal hele nieuwe films zie ik. Top. Nice. Dan heb ik hier ook nog een keuken. Met koelkast. Oh, die dairy milk, I want it. En de vaatwasser. No. Echt. What the fuck. Super chill. Magnetronnetje. Oh, ik mag hier niet roken, wat jammer. En dan is dit een bank. Wat is dit? Ik heb zelfs een balkon. Even kijken. Of ja, een mini balkonnetje is het. Let's see. Oh, en het is zo lekker weer. Dit is Hobart. Oké. Ik weet niet goed wat ik nu ga doen. Ik denk dat ik eerst even tegen iedereen ga zeggen dat ik er ben. Dus even op de wifi. Oh my god, het is zo lekker weer. Hier loop ik dan. Fucking Australië. Hobart ben ik. Let op. Ik loop niet hier op straat. Dit is een stukje van de haven. Het waait heel hard. Ah, oh, de zon. Zo lekker. Oké, ik ga hier naar binnen. Nou, er waren vandaag twee dingen die ik moest doen. Dat was een rijsticker kopen. Ik heb er eentje. Deze. Maar om een of andere reden past mijn verlengkabel met zo'n meerdere stopcontacten. Past hier niet in. Mijn laptop en zo wel. Maar ja, ik wilde gewoon meer tegelijk. Dus dan heb ik in ieder geval twee. Ook als hier die niet in past, dan heb ik in ieder geval weer nog een losse erbij. En deze is ook USB. Dus dat moest ik doen vandaag. En mijn handtas was kapot gegaan, dus ik moest even nieuwen. En ik was naar Target. Ik was niet in Amerika. Godsamme. In Australië ben ik. Dat zie je daar ook al, hè. En ik heb verder nog wat dingen gekocht. Volgens mij alleen bij Target. Deze tas. Dat is een wannabe Chanel tas. Had ik nog niet. Vond ik wel leuk. En een spons, want die vond ik stom mee te nemen in mijn koffer, maar vind ik het toch handig om te gebruiken. En babylips, omdat ze hier een andere verpakking hebben, vind ik gewoon leuk. En een butterglas van NYX in de kleur, welke kleur was ook weer? Funnel Delight. Wat me al was opgevallen bij de cola flesjes is dat hier niks 500 ml is, maar alles is 600 ml. Zo ook dit flesje water. En ook de blikjes zijn in plaats van
Wat hebben wij, 250 of hebben wij 300? Is het 375 in ieder geval hier. Maar goed, ik heb dus water gekocht. Ik denk nu al dat het te weinig is. Ik dacht dat ik mijn fijne drinkfles had meegenomen, maar dat was niet. Dus ik heb deze even gekocht. Is wel handig voor op het schip met repetities en dat soort dingen. Ik heb blueberries gekocht. Sinaasappelsap met passionfruit. Kids yoghurt is er blijkbaar. Nou, ik vind het gewoon lekker. En chips voor vanavond, want ik wil lang nog opblijven. Ik heb de hele dag het gevoel gehad dat ik geen last had van die jetlag, maar ik begin hem te voelen. Het is nu 9 uur en ik wil echt niet eerder dan 10 uur gaan slapen. Dus ik ben mezelf aan het wakker houden. Ik ben niet meer gaan eten. Ik heb niet eens honger, dus en ik had die yoghurt en zo nog, dus ik heb dat wel opgegeten. Dus dat doe ik niet meer voor morgenochtend. Maar goed, ik had geen zin meer om naar buiten te gaan. Ik was zo moe. En ik wil morgen leuk naar de markt gaan. Er is een markt morgen. En dan neem ik mijn camera mee als het goed is. Ja, ik vond het in ieder geval heel erg leuk dat je weer gekeken hebt. Of weer, of misschien is het de eerste keer. Ken je mijn kanaal nog niet? Je kunt je hier abonneren. Hier zie je de vorige video. En hier zie je een andere leuke video. Doei!